Nou, hier is Wim. Toch maar weer eventjes naar Scheveningen toe. En mijn allereerste vondst heb ik meteen een ringetje met een steentje erin. Dat is wel leuk. Als het daarmee begint zo. Ik heb vandaag de deus meegenomen. Ja, ik had was vergeten de andere op te laden. En deze is ook wat lichter, dus we gaan eens kijken wat we vandaag hiermee kunnen vinden. Er is, zoals jullie zien, zometeen een volleybal gebeuren. Dus ik hoop als ik hier het einde van de dag weer terugkom, dat er wat meer muntjes liggen. Maar we gaan het zien. De eerste vondst. Een kinderringetje. Die is vast binnen. Ja jongens, je ziet het al, hier staat het al. Raap het op. Zie je wat leggen, wat niet van jou is, neem het mee. Of red een vogel, of red een vis. Ja. Ja. Nou, luid. Dat gaan wij dus ook doen, hè? Jutten. Ja. Ja. Tot nu toe had ik alleen het ringetje. Ik hoop dat ik zo meteen nog wat moois vind. Maar ja, het is op zo'n grote zandbak. Natuurlijk altijd even afwachten. En wie is er gisteravond al geweest? En hebben de boel al leeggetrokken natuurlijk, dat kan ook. Dus we gaan kijken of ik met de deus meer vind. Nou, ik denk dat dit een bierdoppie is. We gaan eventjes graven. Men is allemaal bezig met volleybal. Dus degene die vanavond komt, de speklopen. En ik hoop dat ik vanmiddag nog terug kom dat ze weg zijn. Ja. En dat ze de nodige euro's achterlaten voor me. Dus we zoeken weer rustig verder. Kijken of we nog kunnen vinden, jongens. Ziet alles, ja. Oké, lui, tot straks, hè. Houdoe. Nou, lui, je hebt zoek, hè. En ik heb hier een heel mooi signaaltje. Rommel! Ja, ook dat vind je heel veel, hè? Allemaal rotzooi.
Dus 90, 89 zal een, het zal een bier op wezen. Nou, ook weer een melkcupje. Het is allemaal nog niet veel bijzonders. Tot nu toe een paar twee euromuntjes, een euromuntje. Dus ik denk een eurotje of 7 en een ringetje. Op zich niet verkeerd eigenlijk. Dus ik denk dat ik nu ongeveer een uurtje aan het zoeken ben. Dan mag ik eigenlijk niet mopperen. En ik heb toen pas een klein stukje gelopen. Maar goed, we gaan kijken of er hier nog wat ligt. Het is natuurlijk lastig, want die dingen zijn allemaal op betonnen palen. En met ijzer ertussen, dus we gaan eens kijken. Ik kom straks bij jullie terug als ik er wat gevonden heb. Oh jongens, mooi signaaltje. Hoppa. Nou. Toch weer weer een eurotje. Nou lui, ik heb hier weer een signaaltje. Het is een 83er, dus we gaan even kijken. Voorschijn. 10 eurocent. Ja, en als jullie willen kijken en er tussen die stalen dingen leggen, dus het begon heel lastig om te horen. Dit piept, dat piept. Ja, en daar piept het dan ook en dat was het dan. Jongens, de mazzel. Hey luidjes, nou ik ben nu aan het einde van het strand, of het begin, ja, net hoe je het ziet. Dus ik ga naar het hele rotend weer teruglopen. En ik kwam net een zoeker tegen die hier woont, die zei joh, je moet gewoon de middelste baan pakken, waar de mensen allemaal zitten. En er ligt vast nog wel wat, wat eurotjes verspreid, een ander spul. Nou, die zoekt hier eigenlijk 2 keer per dag. Dus hij had het ook weer over iemand met zijn zoon die elke regelmatig hier zoeken en het strand leegtrekken. Wie zouden dat nou zijn, hè? Ja. Dus ik hoop dat ik zo meteen nog wat mag oprapen. Ik zit nu op een eurotje of 17,5 inmiddels. En hopelijk vinden we nog een bijzondere vondst. Dus tot straks. En jullie zien, net zoals in Katwijk verleden week, is hier ook een aardige zeevlam, oftewel mist, opgekomen. Huppakee! Ja. Nou, 87 op de deus, heel helder. Rechte lijn, dus een bunt. En ja, ik zie hem al leggen zelfs. Ik ga hem even oprapen.
Dat is de eerste van deze kant af. Ja, hopelijk volgen er nog veel meer. Hé, hey, luidjes. Nou, het is 4:10. En ik moet zeggen, ik heb het wel een beetje gehad vandaag. Eigenlijk. Zullen we eens even gaan kijken wat ik aan de zand vandaan getoverd heb. Ik denk dat het wel ook wel interessant is om te zien natuurlijk. Ik weet niet of het allemaal te volgen is. We gaan het even proberen met de schep zo. Zo. Nou mensen. Heb ik idee. Nou, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Het is zal met jullie even gaan tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Dat is 10, hè? Ja, 10. 12, 14, 15, 16, 17, 18. Nou ja, 18 euro en nog wat. Dus ik kan de machine naar huis weer terugbetalen in ieder geval. Ja. En er moest nog een horloge op het strand weg hier ergens, maar ik heb hem niet kunnen vinden helaas. Dus mocht er nog andere zoeken zijn, dan kan ik hem afleveren bij de strandtent. En dan krijgen we het lekkerste drinken van ze. Dus ik zou zeggen succes jongens. Ik hou het voor gezien voor vandaag.